Je luistert naar een nieuwe podcast van Frankrijk Binnendoor Online. Ik ben Ruud Kouwenhoven. In deze podcast neem ik je mee naar de droom. Je hoort het wel eens vaker, de woordspeling een droomvakantie. Maar is dat ook zo? Is de droom echt zo'n geweldig vakantiegebied? En waarom dan? Feit is dat ik de droom fantastisch vind. En waarom, dat kun je nu horen in deze podcast. En lees ook eens het bijbehorende blog op frankrijkbinnendoor.nl/droom. In het zuidoosten van Frankrijk ligt het departement Droom. Een vakantiegebied met prachtige rivieren, uitgestrekte lavendelvelden, mooie valleien, bergen en gezellige steden en dorpjes. Vanaf Breda is het ongeveer 920 kilometer en dan zit je al in Romans-sur-Isère en je vakantie kan beginnen. Ontdek de oude kastelen, de Noga en Olijfolie. En vergeet vooral niet te genieten van het uitzicht in de Droom wanneer je door het landschap op weg naar een nieuw avontuur rijdt. In de Droom zijn veel vakantieparken en campings die recreëren in de fraaie natuur mogelijk maken en op een duurzame wijze. Je kunt er natuurlijk ook zelf een vakantiehuis huren om volop te kunnen genieten van een vakantie in de Droom. De Droom ligt in het zuidelijke deel van de oude regio Rhône-Alpes en langs de rivier de Rhône. Het departement zelf is vernoemd naar de 110 kilometer lange rivier de Droom. Een perfecte plek voor waterrecreatie, omdat de rivier in de zomermaanden redelijk rustig is. De hoofdstad van het departement is Valence, een drukke stad vlakbij de Route du Soleil. Zoek je een rustige omgeving, dan is een dorp zoals bijvoorbeeld Grignan een aanrader. Het ligt midden in de lavendelvelden en heeft een mooi kasteel. Ook plaatsen zoals Nyon, Orange en Montélimar zijn echt een bezoek waard. Wil je van een vakantie met kinderen genieten? Met leuke uitstapjes naar een vogelpark, de vrije natuur of naar mooie forten en dorpjes, dan is de Droom ook een echte aanrader. Dankzij de ligging is er van het vroege voorjaar tot het late najaar goed toeven in de Droom. Het is een kindvriendelijke streek met veel lekkernijen zoals de Noga uit Montélimar en veel vers fruit. Recreëren aan de rivier de Droom is op veel plaatsen veilig voor kinderen. Wil je een romantische vakantie met z'n tweetjes in het hart van de Droom? Dan is dat geen droom, maar het wordt werkelijkheid als je midden in dit mooie vakantiegebied verblijft. Geniet ervan, lekkere wijnen en heerlijk eten. Laat je verwennen in een van de wellnessresorts. Of loop 18 holes op de mooiste golfbanen. Dineren bij kaaslicht met specialiteiten uit de omgeving. Dat doe je bijvoorbeeld in Nyon of Grignan. Of ga samen picknicken te midden van de lavendel. Er zijn ook charmante en authentieke vakantiehuizen te huur. Of kies eens voor een romantische chambre d'hôte of een klein familiehotel. In de Droom kun je prima fietsen, wandelen en watersporten beoefenen. En dat maakt deze streek ook een geschikte plek voor een vakantie met vrienden. Het is heerlijk om met je vrienden te gaan golfen of met de fiets door het glooiende en soms bergachtige landschap te trekken. Wil je een avondje stappen? Het uitgaansleven in Valence is heel gezellig en bestaat uit lounges, kleine clubs en winebars. Ik ga je nu iets meer vertellen over bijzondere plekjes in de Droom. Het is geen sprookje, maar wel een vreemd gebouw. Het Palais Ideal in Haute-Rive, van de postbode Joseph Ferdinand Cheval. Hij verzamelde 33 jaar lang diverse stenen langs zijn postrondes en bouwde hiermee zijn eigen kasteel. Het staat zelfs op de monumentenlijst als kunstwerk van de naïeve kunststroming. Het lijkt wel uit een sprookjesboek te zijn getoverd. En het is in elk geval heel leuk om het eens te zien. Zin om tijdens je vakantie een dierenpark te bezoeken? Ook dan ben je in dit departement aan het juiste adres. Er is een mooi vogelpark met papegaaien, Le Parc des Perroquets, in het plaatsje Bren. En bij Pierre Lat ligt een bijzondere krokodillenfarm. Er leven naast krokodillen ook reuzenschildpadden uit de Seychelles. En er is een tropische kas vol met prachtige planten. Een gezellig plaatsje in het hart van de olijvenstreek is Nyon. Hier kun je de olijvenbomen bewonderen zover het oog reikt. Geniet van de specialiteiten gemaakt met olijfolie of olijven tijdens een gezellige lunch of diner. En naast olijven heeft Nyon nog veel meer te bieden. Bekijk het oude Quartier d'Effort, bezichtig de 13e eeuwse brug over de rivier de Ergue en bezoek de historische molentjes die nu zijn omgebouwd tot winkels. In het oosten van de Droom wordt het bergachtig en zit je vlakbij de indrukwekkende natuur van de Vercors. De bergen zorgen er voor koele, heldere beken en die vormen weer het decor voor prachtige wandelingen of onvergetelijke tochten op een mountainbike. Heb je een e-bike? Dan kun je in deze omgeving fraaie tochten maken over pittige parcoursen.
Ook leuk zijn de stadjes Die, met een Gallo-Romeinse achtergrond, Dieulefit en bijvoorbeeld Crest. Als je in Die bent, moet je gewoon de bijzondere wijnen proeven die praktisch iedereen lekker vindt, de Claret de Die. Het heeft een lekker zoetje en doet denken aan de Italiaanse Moscato d'Asti. Ben je in de droom of in de buurt van Die, zoek dan een mooi terrasje op en proef. Of nog leuker, ga eens proeven bij een wijnboer in de omgeving. En dit is mijn favoriete tip. Ga eens droom binnendoor. De beste manier om met de droom kennis te maken is om een dag met de auto of motor erop uit te gaan. Rijd bijvoorbeeld eens met de auto over de rustige, maar slingerende D156 van Seyan naar Bezodun-sur-Bien. Vlak naar Seyan passeer je de Col de la Chaudière, waar je bij het paaltje met kilometer 20 richting Bordeaux een fantastisch uitzicht hebt. Als je voor de col stopt, heb je een mooi uitzicht over het dal van de rivier de Droom. Rijd dan verder via de D330 en volg die tot Suppy, om vervolgens door het schitterende gebied te rijden van de Trempas. Bij Saint-Ferriol-Trempas volg je dan het bordje Airol. En binnen een mum van tijd sta je in een prachtige vallei. Je moet wel een beetje op een smalle bergweg durven te rijden. En met een caravan of grote camper zou ik het niet doen, want sommige stukken zijn bochtig en bijzonder smal. Maar het is een onvergetelijke ervaring. Ik vind het in dit deel van Frankrijk een van de mooiste wegen. En je ontdekt meteen op één dag waarom de Droom een topbestemming is voor de vakantie. Zorg wel dat je de auto of motor vol tankt, omdat tankstations in het hart van de Droom schaars zijn. Om te wandelen is de Droom een waar paradijs. Overal zijn bewegwijzerde wandelroutes en bij de meeste dorpen en stadjes zijn mooie rondwandelingen te maken. Het gevarieerde landschap biedt voor elk wat wils. Wandel door en langs de lavendelvelden of eeuwenoude boomgaarden met olijfbomen. Je kunt ook kiezen voor de bergen als je van inspanning en actie houdt. Voor fietsers is de Droom ook een topbestemming. Het is dus niet zo verwonderlijk dat je er zoveel wielrenners tegenkomt. De streek zit niet voor niets soms in het parcours van de Tour de France of de wielerkoers Parijs-Nice. Zoals bijvoorbeeld in 2017 met de finish in Romans-sur-Isère. Dit stadje heeft een historisch oud centrum met huizen uit de 10e tot de 18e eeuw en een internationaal schoenenmuseum. Dat laatste is niet zo verwonderlijk, omdat Romans-sur-Isère een plaats is waar veel schoenen gemaakt worden. Dus wie weet vind je hier een paar mooie stappers voor aan je voeten. En tenslotte wil ik je deze tips niet onthouden. Als het warm is, zijn de Grotte de la Drée Blanche of de Grotte de la Luire leuk om te bezoeken. Ga ook eens naar het pottendorpje Clieuxclas en het er vlakbij gelegen middeleeuwse Mirmande. Zoek je spanning en sensatie, bij Luxandiol ligt een Via Ferrata. Dat is een spannend klimparcours over Le Clap, een steenmassa die ooit is ontstaan door een steenlawine. En wil je ruige natuur zien? Maak dan eens een uitstapje naar Parc Naturel Régional du Vercors, waar veel wild zit en daarom de wolf er weer is teruggekeerd. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Luister dan ook eens naar mijn andere luistertips via iTunes en Stitcher. En natuurlijk altijd elke dinsdagmorgen op frankrijkbinnendoor.nl/podcasts een nieuwe podcast. Tot mijn volgende podcast.